Zo, welkom bij de volgende vlog. Het is een postje geleden, maar vorige week heb ik eigenlijk echt geen tijd voor gehad. En vorige week was er ook niet een onderwerp dat er echt besproken moest worden. Nou, waarom dan nu wel een vlog? Eén, ik heb wat meer tijd. Ik zwem in de tijd, om het maar even op dit moment te zeggen. Helaas is mijn opdracht van bij Nationaal Nederland afgelopen. Dus tijd voor wat nieuws. En er is ook een onderwerp wat we moeten bespreken. Want afgelopen maandag is er een commissievergadering geweest. En daar stond het Rivium op de agenda. Het Rivium, daar staan we dus opnieuw. Ik kan even laten zien. Het Rivium is een kantoorterrein, of een industrieterrein, net hoe je het beestje wil noemen. En daar hebben we gewoon enorm veel leegstand. Het is een van de meest leegstaande gebieden van Nederland, als het gaat om kantoorpanden dan. Want anders niet. Namelijk 60% is bezet en 40% niet. 40% is best veel en de gemeente doet er alles aan om dit ook maar op wat voor manier dan ook vol te krijgen. Nu hebben wij als gemeente altijd gezegd, dat het misschien, of als gemeente, als Partij van de Arbeid gezegd, ga nou eens kijken of er een mogelijkheid is tot bouwen. He, studentenwoningen, oudere woningen, je kan die panden omzetten tot wat je maar wilt. Het gebeurt al in Nederland, dus waarom doen we dat ook niet in Capelle? Tot 2 maanden geleden, tijdens de Kamerverkiezing, toen hebben we dat ook in een debat gezegd. Toen zei de VVD en D66 zeiden nee, is belachelijk, dat kan niet. En milieuregeling, zit vlakbij de snelweg, zijn kantoorpanden. Bouwen of ombouwen van de kantoren is geen optie. Tot maandag. Maandag zei de wethouder dat het misschien wel goed was om te gaan bouwen in het Rivium. En dan niet echt sloop en dan nieuwe dingen neerzetten. Nee, gewoon het ombouwen van kantoorpanden tot goede woningen. We zijn daar best kritisch op geweest. En waarom nou? Want je zou zeggen, ja maar Bergman, dat is nou precies wat jullie willen. Waarom ga je daar dan kritisch op doen? Nou ja, twee maanden geleden kon het nog niet. En nu kan het opeens wel. Dus we hadden wel zoiets van, ja waar komt dan die wijziging dan opeens vandaan? En als je ook kijkt, hè, over leegstand gesproken. Ik weet niet of jullie het kunnen lezen. Daar, te huur. En dan, even kijken, daar op de achterkant, daar zo, te huur. Wat meer? 1, 2, 3. Ik kan niet 1, 2, 3 zo nog meer vinden, maar er is dus gewoon veel leegstand en we kunnen voor ombouwen. We hebben een kritische toon gegeven aan de wethouder, maar dat betekent niet dat we ook negatief staan tegenover de plannen. En daarom heeft de Partij van de Arbeid een mail gestuurd, geen officiële brief, geen officiële vragen, daar hadden we allemaal geen zin in. Gewoon een mail gestuurd naar de wethouder van, joh, Erik Vaas is de wethouder, wat kunnen we nou gaan doen samen met elkaar om hier wel wat moois van te gaan maken? Want we staan positief hier tegenover. Maar we moeten het wel goed gevolg geven. Wat is nou de werkelijke behoefte? Wat is nou de werkelijke behoefte om hier te gaan bouwen? En wat is er nodig? Ik denk dat het goed is om daar met elkaar even naar te gaan kijken. Want de Partij van de Arbeid staat dus ook voor bouwen voor jongeren, voor ouderen. Met de gemeente, niet alleen van, oh, we hebben zo'n mooi plan, laten wij dat gaan doen. Nee, laten we dat vooral samen gaan doen. Want het is gewoon een terrein waar heel veel moet gebeuren. En gewoon enorm veel. En we doen ook met duurzaamheid. De befaamde windmolen. Ik ben helemaal voor windmolens hoor, maar het is toch wel wat er om te doen geweest. Dus ik ook kijk, en nog meer huur, daar zo, huur, op, ja, huur. Zie je, dus er is genoeg te doen. Laten we daar met elkaar gaan bouwen. Als je vragen hebt erover, dan zou ik zeker stellen. Ik ga even sporten. Dat gebeurt ook soms, dus als je denkt, goh, waarom zie je eruit zoals je er vandaag uitziet met je natte haren en zo. Gewoon een kwestie van onder de douche springen en hierin komen. Maar dat geheel terzijde. Ik zou zeggen, heb je vragen over het Rivium of wat anders, laat het me weten. En dan gaan we nu even aan de bak.